voorbij. Maar eerst genieten we ervan, eerst genieten we ervan. Alles gaat voorbij. Maar eerst genieten we gelukkig, genieten we ervan. Zo gaat het refrein van het gelijknamige lied van Acta in de Munich. En zo heet ook mijn zaterdagstukje van zaterdag 4 september 2021. Welkom. Alles gaat inderdaad voorbij. Dingen blijven niet zoals ze zijn. Toen de jonge Dion een afspraak had in het ziekenhuis, werd hij er door zijn moeder heen gereden. Maar het ziekenhuis was verdwenen. Het ziekenhuis in Ravensveer, waar ik ter wereld ben gekomen, was niet meer dan een braakliggend terrein. Navraag leerde mijn emotionele moeder dat we voortaan naar Oostland moesten voor afspraken. Stephen King toverde uit zijn hoge en geschifte hoed de Langoliers, wezens met razende zilverkleurige tanden die de wereld een tijd verslinden, zodat er weer ruimte komt voor een nieuwe wereld een tijd. De mensen merken niet dat de tijd waarin ze geleefd hebben achter hen wordt opgeruimd. Enkel wanneer je slapend door een tijdgat gaat, kom je in de wereld buiten de tijd, waar de Langoliers hun verslindende opruimwerk doen. Maar in de echte wereld hebben we geen Langoliers nodig. Het ziekenhuis was neergehaald door mensenhanden en gemeenteplannen. En er gaat nog een stukje historie verdwijnen. Jeugdsentiment dat mij aan het hart gaat. Mijn favoriete stad in Nederland is zonder meer Vlissingen. Het is zo weggelopen uit een nummer van Bluff en heeft vele verschillende gezichten. In de zomer is er goed toeven aan de boulevard met terrasjes en uitzicht op het strand en de Westerschelde. En in de herfst en winter is het daar ook goed toeven. Maar dan binnen achter de ramen van cafés en restaurants. De gure wind beukt dan op de eerst zonnige boulevard. Grote golven bestormen het strand. En op enkele tientallen meters van dat strand varen enorme schepen op weg naar Antwerpen. Of weer terug naar hun plek van bestemming. Met een beetje geluk zie je een loodsbootje door het water klieven en naast een van de containerreuzen terechtkomen. Een loods, van deze afstand eigenlijk niet meer dan een mannetje, werkt zich dan omhoog via een onstabiel laddertje. De rest van de stad ademt moderniteit en historie tegelijk. De bibliotheek is nog ouderwets met verschillende leeszalen. De kerk, waar Michiel de Ruiter volgens de overlevering omhoog klom om de zee te zien, maar ook een moderne winkelstraat waarvan er één zelfs overdekt is door een oerlelijke glazen staalconstructie. De herinneringen aan mijn surrogaatopa, meneer Daan, leven daar. En ik ben sinds zijn overlijden niet meer in de stad geweest. Geesten en herinneringen die nog altijd in leven zijn, moet je geen geweld aan doen. Maar het is nu tijd om terug te keren. En wel omdat de Langoliers, of beter gezegd ondernemersplannen, een van de favoriete attracties van mij en mijn broertjes om een zeep gaan helpen. Een aantal weken geleden attendeerde een van mijn broertjes mij op het nieuws dat het Arsenaal zou gaan sluiten. Het Arsenaal is een oud gebouw aan de tegenwoordige jachthaven van Vlissingen. Vroeger was het inderdaad een opslagplaats voor munitie en wapentuig. Maar tegenwoordig is het een museum / pretpark, gebaseerd op een piratenthema. Ik, en mijn broertjes vast ook, heb goede herinneringen aan het Arsenaal. Via een roltrap wordt naar de hoogste verdieping gebracht, waar een alle gaatje aan attracties een onderwerp is. Er is een presentatie over het Deltaplan, maar ook een miniatuur van galjoen en zwaarden, schedels en martelwerktuigen voor piraten. Een aparte kamer had een vlootschouw. Verschillende oorlogsschepen in miniatuur werden in een optocht aan je voorbij getrokken. De afsluiting was een soort waterorgel waar water danste
op de tonen van de muziek. De bedoeling is om van de hoogste verdieping af te dalen en zo weer een ander onderwerp aan te snijden. Er zijn twee wegen naar beneden. Eén is het Piratenhol. Een spookhuisgedeelte waar ik en mijn broertjes de eerste keer, toen we dus een jaar of acht waren, niet in durfden. Tegenwoordig vinden we kinderspel, maar toen weigerden we het hol in te gaan en namen we de normale trap naar het speelgebied met het tropisch eiland. Dit eiland heeft nog een attractie. Een simulator. Vroeger was het zinken van de Titanic wat daar gesimuleerd werd. Een bioscoopscherm met bewegende banken, effect als wind en water, moest een levensechte ervaring geven van het zinken van een bekend schip aller tijden. Later is het aangepast om beter bij piratenthema te horen. Benny Jolink presenteert zich nu als een piraat die je meeneemt op rooftocht. Helaas zinkt je schip en word je opgevreten door een haai. Behalve een half pretpark is het ook een museum. Maar al het piratengeweld is er ook genoeg ruimte om vissen te bekijken die in aquaria zwemmen, om in een ondiepe tank een rogger te aaien en om het skelet van een walvis te bekijken. Wie niet onder de indruk is van het skelet, mag ook kijken naar de opgezette penis van de walvis in kwestie. En wie daarvan niet onder de indruk is, kan een geweldige carrière hebben in speelfilms voor volwassenen. Dat vind ik dan. Hier is ook toegang tot het meest iconische object van het arsenaal. Een uitkijktoren over de Westerschelde. Via een lift omhoog en dan meedijnen op de wind, terwijl je op heldere dagen tot ver voorbij de overkant van de zeearm kan kijken. Of beter gezegd, kom kijken. We mogen een paar weken en dan gaat het sluiten. Een jeugdse herinnering zal worden omgetoverd in waarschijnlijk luxe appartementen. Morgen gaan we nog één keer er naartoe om de herinnering geweld aan te doen en om te zetten in een afscheid. Nog eenmaal een bon voyage voor de langoliers het arsenaal komen halen. Alles gaat voorbij. Maar eerst genieten we ervan. Het arsenaal in Vlissingen. Daar maak je van alles mee. Griezelen in het piratenhol. Zelf schipbreuk leiden met de Titanic. Oog in oog staan met levende haaien. Kom langs. Beleef het allemaal in het arsenaal. In Vlissingen. Dichterbij dan u denkt. Dit was mijn zaterdagstukje. Hou je veilig. En graag tot volgende week. Zal ik het beginnen zingen? Enkel wanneer je slapen door het tijdgat komt. Zo ga je wel helemaal doen. Alles gaat voorbij, maar eerst genieten we ervan. Eerst genieten we ervan. Alles gaat voorbij, maar eerst genieten we gelukkig, genieten we ervan.